De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek naar een schietpartij in de buurt van het Danielsplein in Nijmegen op vrijdagmiddag. Bij het incident is niemand gewond geraakt. Er zouden meerdere schutters zijn. Het incident vond kort na 1 uur plaats. En de politie is ook op zoek naar de inzittende van een Volkswagen Golf of Polo die rond die tijd op het Danielsplein werd gezien. Meerdere kogels hebben een huis geraakt. De kruising is afgesloten voor onderzoek.